trainers wisten al even dat het eraan kwam en konden zich er al op verheugen. De spelers moesten het ondergaan aan het einde van de eerste training. Latje trap op het programma. Met simpele spelregels. Raak de lat en je bent hartstikke veilig. Raak je de lat niet, dan zal een publieke straf jou wachten. En dus groeit het fanatisme bij elke balomwenteling. Kijk, Kevin Jansen, ja, ploetert een beetje tegen zichzelf. Tom Beugelsdijk, het wil maar niet vlotten. En daar Marengo, nee, weer niet. En Jansen ook weer niet. Ja, dan zakt de moedje langzaam maar zeker in de schoenen. Tom Beugelsdijk, weer niet. En dan dit. Kijk, Marengo, oceaan, een explosie van vreugde. Dit is leuk. Marengo weet dat hij veilig is en dat hij dus die publieke straf niet hoeft te ondergaan. Tom Beugelsdijk, nou, moet toezien hoe Hector Hevel ook uiteindelijk in de veilige haven belandt. En dan krijgen hij en Ruben Schaken, want dat is nog de andere loser, tussen aanhalingstekens, de gelijkmakende beurt. Beugelsdijk is woest. Dit is pure emotie. En dan Schaken, ja, die heeft het eigenlijk al een beetje opgegeven. Bal tegen het net. En dus kan men de busjes in en wacht de twee een publieke straf. De stoere verdediger en de kwikzilver snelle aanvaller staan hier op de rand van een ijskoud zwembad. Twee sympathisanten erbij. 1, 2, 3. En daar gaan ze het koude water in. Dit is de straf aan het einde van trainingsdag 1. Ja, het is teambuilding. Dat zou je zo zeggen. Maar vraag het even niet aan Schaken en Beugelsdijk. Want die hebben gewoon sportief de P in.